Niemand moet proberen de Assenaren een rat voor de ogen te draaien. Ze zullen dan ook wel even raar hebben gekeken toen enige meisjes onder de ogen van de burgemeester in een bijzonder ongewone houding rondje na rondje draaiden op heel gewone fietsen. Het betrof hier echter een demonstratie kunstfietsen door leden van de Radfahrverein Westfalia aus Oosterveld bij Oberhausen. Dit is een tak van sport die in Duitsland veelvuldig in wedstrijdverband wordt beoefend en die natuurlijk langdurige gymnastische ervaring en een zeer goede lichaamsbeheersing vereist. Ook in fietspolo, dat in hun land bekend staat als Radball, zijn de Duitsers heel sterk. Ze hadden voor deze demonstratie, zoals u ziet, hun eigen scheidsrechter meegebracht. Deze zaalsport, waarbij men onder meer de strafschop kent, wordt gespeeld door teams van 2 personen op een veld van 9 bij 12 meter. De spelers moeten de bal met het voorwiel verplaatsen en mogen niet met de voeten op de grond komen. Met deze demonstratie hoopt Assen zoveel belangstelling te wekken voor deze attractieve sport, dat ze ook in Nederland ingang zal vinden. En daar is wel kans op, lijkt ons. Alleen voor de bromfiets zien we voorlopig nog geen mogelijkheden.